er is gekeken hoeveel verkeersboetes er het eerste kwartaal van dit jaar al zijn uitgeschreven voor verkeersovertredingen. 720.000 overtredingen zijn er al geregistreerd. Dat blijkt uit gegevens van de politie die Topgear heeft geanalyseerd. En het is natuurlijk wel even leuk om te kijken welke van die flitspalen nou het meeste geld in het laadje heeft gebracht. Met stip op 1 staat een flitspaal op de N3 Noord in Barendrecht. Die was het eerste kwartaal goed voor bijna 10.000 boetes. Om precies te zijn 9.939. En ik heb het even omgerekend. Dat zijn er 83 per dag. Verder moet je ook even de voet van het gaspedaal halen in Waddinxveen op de N207 Zuid en in Stichtse Vecht op de N201.